Een tijdje terug deden we een oproep op de site, want ik wilde namelijk dolgraag gaan wintersporten. Maar dat mocht alleen van mijn baas als ik een clubje mensen zou vinden dat mij mee wilde nemen op wintersport. Nou, dat clubje mensen heb ik gevonden en wel hier in the middle of nowhere, oftewel Schiedam. Vanavond maak ik kennis met mijn 8 nieuwe wintersportvrienden. Lekker stappen in de regio Rotterdam en dat betekent voor mij oude tijden die herleven. Nou, hier moet het zijn. Hier woont een van de jongens, een van de 8. En nou, aan de fietsen te zien, zijn ze er allemaal? Goedenavond. Goedenavond, Ronaldo van Rijswoud, aangenaam. Ronaldo, Rutger. Rutger, aangenaam. Hallo. Hallo. Treed verder. Eerst eventjes, waar gaan we naartoe? We gaan naar Meijerhoven, naar Oostenrijk, jongens. En dan gaan we skiën. We gaan skiën, inderdaad. Beetje zuipen. Beetje zuipen, beetje skiën. Beetje achter de wijf aan. Inderdaad, ook. Zijn ze allemaal zo lelijk als jij? Of, Nou ja, half zo lelijk als jou, Rutger. Weet verder. Nou, ik mag nog wel binnenkomen, dat scheelt. Wat een takkenherrie, Ronaldo hier. Ja, dit zijn de stijl van de jongens, is dit. Oh, dit zijn ze. Dit is een stelletje ongeregeld. Stelletje ongeregeld, stelletje rapooien. Jongens, eerst die muziek even zachter. Even die takkenherrie. We gaan het eventjes heel anders doen deze vakantie. Zo, lekker rustig. Nou, zou ik jullie eventjes willen vragen om je voor te stellen, maar kan ik iedereen een handje aan geven? Daar ben ik veel te arrogant voor. Ik heb een flesje wodka meegenomen, dus als jullie aan de hand daarvan... Lekker goed. Lekker, ja, dan gaan we doen. Nou, allemaal even in een rijtje gaan staan. Zo'n creatief idee weer. Ik ben Jelko. Ik ben Tom. Ik ben Christian. Ik ben Nick. Ik ben Koen. Ik ben Ronaldo. Ik ben Jurien. Ik ben Mello. Ik ga het straks, neem ik aan, uitgebreid horen, maar eventjes tipje van de sluier. Wat gaan we allemaal meemaken deze vakantie? Veel bier. Bier, eieren, sneeuw, skis, snowboard en vrouwen. Hoop ik. Nou, dit is de groep en hier ga ik maar liefst 8 dagen naar Meijerhoven. Ik heb zo zin in. Ik ben zo schön, ik ben zo dol, ik ben de Anton aus Tirol. Mijn kiegers lang en waren zijn er waanzinnig wie die Madel, mijn figuur, een wonder der natuur. Ik ben zo stolz en ook zo wild. Wat is dit voor kroeg, man? Onze stamkroeg, Rutger. Oh ja? Gezellig oud biercafé. In de Toto Divisie is het altijd een feest. Helemaal gewoon lekker gezellig jezelf zijn. Heerlijk. Dat is wel belangrijk, hè, in jouw geval. Dat is heel belangrijk in mijn Schiedam, ja. Zeg je nou? Hij heeft de grootste lul van Schiedam. Laat hem even zien, Ronaldo. Laat hem even zien. Daar zeg ik niks over. Dat is aan de vrouwen. Dat is niet aan mij. En Sparta kan het weten. Ze zijn er geweest. Wat mij betreft is het bewijs geleverd. We zijn in Schiedam. En het kasteel is een moskee. Wat kunnen we nou ongeveer verwachten van die vakantie straks? Chaos. Ongeveer hetzelfde, maar dan 3 keer erger. Je hebt een beetje de vrouwen gezien. Nou ja, die zie je daar 10 keer mooier. Wat ben je lelijk van dichtbij. Ben jij toch echt wel iets voor mij? Ik kan mijn ogen niet geloven. Staan ze nou echt zo stevig naar voren of is het push-up? Push-up, ja. Push-up? Ja. Mag ik even controleren? Nou, het staat wel stevig. Nou ga ik met die 8 onbeschofte jongens op vakantie. Maar er zijn natuurlijk altijd nog thuisblijvers en die staan hier. Even opletten, dames. Jullie zijn de vriendinnen van de jongens? Klopt, ja. Nou, dat worden hele verdrietige momenten als ze thuiskomen, hoor. Nou, is niet te hopen natuurlijk. Oh nee, liegen ze gewoon erover? Zou best kunnen.
Als wij straks in Oostenrijk zitten, waar moet ik nou op jouw mannetje letten? Wanneer gaat het fout? Of die niet zo vaak zijn piemel uit zijn broek gaat halen. Zijn piemel uit zijn broek? Dat doet hij nogal vaak. Echt waar? Hij vindt hij leuk. Maar een vrijgezel die gaat pas slapen als hij alle sterren heeft gezien. Als hij van zijn vrijheid heeft genoten. Als hij zegt was fijn, bedankt, tot ziens. Dat wordt leuk, hè, Oostenrijk? Ja, het is nog niks. Wacht maar af in Oostenrijk, dat wordt helemaal gek. Ja, ja, maar dat wordt nog erger. Ja, absoluut. Kijk maar, en kijk maar voor de volgende keer. Het wordt geweldig, het wordt leuk. Nou, ik heb kennis gemaakt met mijn nieuwe vakantievrienden. Ik heb heel erg de indruk dat er een ontzettende klik is. Ik vind hun leuk en ja, zij vinden mij natuurlijk ook leuk. Jongens, ik geef jullie de microfoon. Ik zie jullie binnenkort, hè? Binnenkort. Tot ziens. Tot ziens, Rutger. Hij is een homofiel. Hij is een homofiel. Hij is een homofiel. Hij is een homofiel.